ik heb die passie eigenlijk van mijn vader gekregen. Mijn vader heeft vroeger ook altijd motocross gedaan. Ik ben van ja, bijna geboren op de motocross en altijd mee geweest naar de wedstrijden tot ik zelf ben beginnen rijden. En zo is die passie een beetje ontstaan om zelf voor mijn eigen dingen te vinden die dat beter waren dan een motor. Ben ik meer en meer beginnen sleutelen. Ja, vooral de band die je hebt met de rijders. We werken heel nauw samen. En het echt het gevoel geven dat je iets beter kunt maken voor de rijder, waardoor de prestaties beter worden, dat is een enorm fijn gevoel. We zien elkaar ook in de week regelmatig, omdat zij ook verblijven bij ons in de workshop. En ik probeer gewoon ook een goede band te hebben met de rijder, nauw samen te werken. Veel praten over wat beter kan, wat minder is. En zo tot een beter resultaat te komen. En ik heb de laatste half jaar, zal ik zeggen, echt een micro van fiets terug te nemen. Dit komt ook echt door de rijder. Bij ons in de workshop hebben wij enorm veel faciliteiten, fitness, fit te blijven. Ook alle monteurs mogen daar vrij gebruik van maken. Dat geeft ons echt wel de kans om te trainen en fit te blijven wanneer wij willen. Ik denk dat als je fit bent, dat ook altijd uitstraalt op de rijders. Ik zeg, hoe fitter je zelf bent, hoe meer energie je hebt, dat je dat ook uitstraalt naar de rijders. Waardoor zij ook in een positief gevoel naar de wedstrijden gaan en echt weten van oké, mijn monteur wil er volledig voor gaan, ik ga er ook voor gaan. We hebben ook wel hier het geluk bij Yamaha dat we enorme faciliteiten hebben van hospitality. Dus we hebben hier ook altijd gezond eten en we kunnen gezond blijven. Het leven van een monteur is heel hectisch, je moet heel veel van links naar rechts. Maar als je echt goed plant, wat ik nu ook wel gemerkt heb, dan... Ja, dat kun je echt wel een gezonde levensstijl aanhouden. Een fabrieksmonteur worden, dat is het hoogtepunt van een monteur waar je kan komen. Ik ben ook helemaal beneden onderaan de ladder begonnen en stap voor stap naar boven gaan. En dan nu uiteindelijk, het is mijn zevende jaar, als fabrieksmonteur te worden, dat is wel een droom die uitkomt.